dit moment op JFOL, het Java-evenement van Nederland. Waar engineers bij elkaar komen om elkaar te spreken. Om te kijken naar goede sessies, naar tech-sessies. En de passie van een vak met elkaar te delen. Ja, overweldigend. Ik wist niet dat er zoveel mensen waren. En als ik dan hoor dat er ruim 4000 leden zijn van NL Jeugd. En dat er hier maar 1200 kunnen zijn, dan ben ik blij dat ik een ticket heb gehad. Hoe voelt het nou om ondergedompeld te zijn in zo'n community? Ja, vet. Ja, nee, leuk. Het leukste vind ik dat je met collega's, met technici in contact komt. Kun je gewoon voordoen zoals je bent, inderdaad. En je hoeft niet moeilijk te doen. Ik vind dat wel heel erg fijn. JFOL is gewoon dé plek om te zijn, om uit te dragen dat we topprofessionals zijn. En ook heel simpel, dat we gewoon veel plezier hebben in ons werk. Voor mij stopt mijn werk niet als ik s'avonds thuis kom. Mijn werk gaat gewoon door. Ik ben altijd bezig met gewoon bijblijven en dingen leren. En... Innovatie is daar heel erg belangrijk. En hier op JFOL zie je een wisselwerking. Wij leren mensen wat en wij leren ook dingen. Er zaten gewoon hele interessante topics tussen die me persoonlijk heel erg aanspraken. Van allerlei onderwerpen, van big data tot architectuur. Ja, leuke dingen die me interesseerden en goede sprekers. Dus ik heb een mooie dag hier. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we in Nederland een eigen Java-evenement hebben voor lokale Java-mensen. Als je ziet waar we vandaan komen, dan hadden we 11 jaar geleden 200 man op een event. Vandaag hebben we er 1200. We hebben meer dan 4000 NL-jeugdleden. We hebben nu alles bij elkaar 16 van dit soort grote evenementen gedaan met bijna 15.000 bezoekers. Je ziet mensen komen hier om kennis te halen, om te netwerken. Kortom, dit is het event voor de Nederlandse Java-developer.